Het bedrijf Consulitic heeft een online dashboard ontwikkeld om de gemelde gevallen van COVID-19 op een dagelijkse basis te visualiseren. Dit zegt Hans van Ballegooi, directeur van Consulitic. Het dashboard heeft niet alleen data van Suriname, maar van een aantal landen. Van Ballegooi zegt verder dat een dergelijke dashboard er al bestond voor zowel Nederland als voor een aantal andere landen. Hij geeft aan dat Consulitic de branche dat Consulitic in de branche zit van data vertalen naar een interactieve dashboard. Vandaar dat zij hebben besloten om ook zo één te maken voor Suriname. Je ziet het hier. Het is dus een dashboard waarbij wij voor Suriname en een aantal omringende landen, en een aantal landen waar Surinamers ook met name in geïnteresseerd zijn, laten zien wat het verloop is van de epidemie. Op dit moment is bijvoorbeeld links Suriname geactiveerd. En dan ziet u dus aan de linkerkant inderdaad de eerder genoemde 10 gevallen. Waarvan er inmiddels, jammer genoeg, 1 is overleden en de andere 9 dan genezen zijn. Aan de rechterkant, rechtsboven, ziet u ook dat proces. De gele lijn is het aantal besmettingen. Dat ziet u dan oplopen vanaf het begin tot aan het einde 10. De groene lijn, dat is het aantal personen dat is genezen van COVID. En de rode lijn is het aantal personen dat helaas is overleden. Het dashboard wordt dagelijks geüpdate, zegt Van Ballegooi. Mensen krijgen online niet alleen data van Suriname te zien. Andere mogelijkheden zijn er ook, zegt hij. We hebben het dashboard echt gemaakt voor Suriname. Vandaar ook dat we een aantal landen in de regio mee hebben genomen. In die zin, we hebben ook de mogelijkheid geschapen, als je linksboven op een wereldbolletje klikt, om even naar Nederland te kijken. En te kijken hoe de familie in een bepaalde stad, in een bepaalde dorp er aan toe is en hoe de besmettingsgraad daar is. En vooral eigenlijk ook Nederland, want veel Surinamers wonen precies, in Nederland. Precies. Dus hoe staat het daarmee? Want ook waren de meningen verdeeld van, moeten we de mensen terughalen, moeten ze niet daar blijven tot alles een beetje genormaliseerd is. Maar wanneer is het genormaliseerd? Ja. Ik las vanmorgen dat het wellicht nooit meer normaliseert. En dat we dit iets is waar we mee zullen moeten leren leven. Precies. En dan kunnen dus we wel zeggen van, je laat de mensen in een ander land. Nee. Ze moeten terug naar huis. Ze moeten terug. Ik denk ook, kijk, wellicht kun je spreken van een normale situatie op het moment dat er een vaccin is ontwikkeld. Ja. Maar als we dan anderhalf jaar verder zijn en over 2 jaar komt er een nieuwe COVID-21, wat moeten wat we dan? Inderdaad. Ja. Dus ik denk dat de realiteit is dat we zullen moeten leren leven met dergelijke precies. ziektes. Hans van Ballegooi, directeur van Consulitic. Hij sprak vanmorgen over het dashboard die het bedrijf heeft ontwikkeld om de dagelijkse gevallen van COVID-19 online te vermelden. Hij was de gast in het programma ADV COVID-19 Update.